En kijk eens wat mijn moeder aan het maken is. Rode, oh my god, roze mazena koekjes. Yummy, morgen voor de gender reveal van Rizwana. You know the vibes. Gaat hij lekker de oven in. En wat is er nog meer? Douwe, you know the vibes. En dat blauwe ga je ook nog doen, hè? Ja, echt. Het ziet er zo goed uit. En welkom bij een nieuwe vlogdag. Zoals jullie hebben gezien, gisteren waren we druk bezig in de keuken. Althans, mijn moeder. Voor de gender reveal party van Ties. Dus we gaan nu in de auto. We zijn een beetje laat. We gaan nu rijden. Ik denk trouwens dat het een jongen wordt, want ik ben in het blauw. Sarah denkt dat het een meisje wordt. En mijn moeder denkt dat het een jongen wordt. Want mijn moeder is in het blauw. En de kleine meester ook. En mijn vriend is ook in het blauw. Mijn haar die ziet er echt niet uit. Ik weet niet wat ik heb gedaan. But, like, kijk dit. Kijk deze gekke wavy. In ieder geval, het is vandaag donderdag. En ik ga vandaag uit eten met Raoul en zijn gezin. En ik neem mijn gezin natuurlijk ook mee. We gaan uit eten bij Atlantis. Mijn favoriete restaurant, you know the vibes. Het zou eerst eigenlijk Golden Village zijn. IJsland zou het eerst iets met Rosemarie zijn of zo in Scheveningen. Maar het is uiteindelijk Atlantis geworden. En de kleine boefie gaat ook mee. Hij is nu lekker aan het ontbijten. Dus hij gaat voor het eerst mee uit eten met ze. Hij eet echt superveel voor zo'n klein mannetje. Kan hij best wel eten. Hallo, ik ben zijn moeder. Da. Maar ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen. Dus ja, yeah, let's go. Nou, dit is mijn outfit. Mensen, mijn shoes van de Primark. Mijn broek van de Zara. En mijn blazer van de Primark. Mijn topje van de Shein. Het is gewoon een heel simpel topje. Ja, ik zat echt te denken, wat de fuck ga ik aandoen? Maar dit is het. Dit is de outfit.
welkom bij je nieuwe vlogdag. Wij zijn nu lekker aan het lopen. Het is super lekker weer. En we zijn met kleine Mees en papa. En we gaan met hem even naar de speeltuin. En dan... wat gaan we verder doen? Het is al verder lopen dan ik dacht eigenlijk. Ja, het is ver. Hij zegt, ja, het speeltuin is het einde van de straat. Nou, ik loop nu al 5 minuten, mensen. Godsamme. Maar goed. En mijn vriend heeft een... Wat heb je gekocht? Wat had je nou gekocht? Een habanero chips of zo? Rieper. Een habanero rieper. Carolina rieper. Toch? Ja. Chipsversie. Ik weet niet waar hij dat vandaan heeft. Waar had je die vandaan? Dat is geheim. Hij wil weer interessant lopen doen, mensen. Maar in ieder geval, dat ga ik zo meteen proberen. En ze zeggen dat het heel heet is, maar ik ben benieuwd. Oké, nu heb ik even de tijd om jullie te laten zien, want ik zat net de hele tijd te lopen. Kijk hier. Eeuw, hij heeft hem in zijn mond. Mijn baby deed gewoon letterlijk een blaadje in zijn mond van de grond. Nou, ik sta echt in een rare oplichting, dus ik ga even hier staan. Een kind 1 seconde alleen. En kijk wat er gebeurt. Nu heb ik betere belichting, mensen. Hey, mama's vlog te testen. Dat doe jij altijd, toch? Ja, doe maar. Papa doet het ook altijd. Mag wel. Mama wordt en ik ga gewoon proeven. Ga maar. Neem maar happy mix. Nee. Hey. Dat heb je van hem ook meegenomen, toch? Kijk, het is voor jou. Het gaat helemaal... Hey. Het gaat helemaal in mijn neus. Wacht, nu jij. Is het zo heet? Ja, mensen. Het is echt alsof je weet toch, alsof je stikt in een peper. Maar hij eet hem ook gewoon. En dat hij hier vast zit in je keel. Oh, is no go. Mag nu jij. Mensen, eten op eigen risico. Ik zweer het. Mijn vriend doet gewoon, die houdt zich gewoon groot nu. Mijn vriend houdt zich gewoon groot. Eerlijk. Nee, ik vond hem echt wel meevallen. Nee, ik vond hem echt heet. Terwijl, jullie kennen mij, hè? Jenna eet fucking veel peper. Maar dit, of hij schoot gewoon in de verkeerde keelgat. Maar ik vond hem wel echt heet. Waar had je hem gekocht? Hij geeft expres geen antwoord, hè, zie je. Ik denk gewoon bij de Albert Heijn. Oh nee, bij de Haya. Haya, Turkse supermarkt. Oké. Maar wacht, iemand moet op hem letten, man. Ja, ik let wel op hem. Je hebt hem niet eens helemaal gegeten? Nee, gewoon een hapje. Wow, wauw, serieus? Wat wil je nog meer? Is hem heet? Is het gewoon no reaction, gewoon soort no reaction, van? Nee. Dus dan mag je tegenwoordig, als ik kook, mag je mijn eten komen eten. En ik kom er dus net achter dat mijn man heeft vals gespeeld, zoals altijd. Je vond hem wel heet. Weet ik niet. Hij had hem niet op zijn tong gelegd. Hij had hem op zijn kies gelegd en toen gelijk doorgekauwd en geslikt. Tuurlijk vond hij hem niet heet. Maar we gaan voor ronde 2. Waarom vond ik hem dan wel heet? Het is gewoon echt omdat ik hem in mijn keel had gekregen, hè, dit stukje. En het brandde. Oh. Nu wordt hij pas heet. Oh. Als je bijna nou, ik weet waarom die heet, waarom ik echt dacht dat die echt super heet was. Het valt best wel mee. Nou, het is wel heet hoor, voor de mensen die geen peper eten is het echt gewoon heet.
Maar hij schoot net in mijn keel. En ik moest hoesten. En het was echt zo heet. Maar oké. Oh. Hij is wel scherp. Ik vind hem wel lekker. Oh, wauw. Ja. Je vindt hem lekkerder dan net. Ja. En ik vind hem scherper dan net. Als die verkeerde keel gaat komen, zo, je gaat kapot. Deze moet ik ook nog testen. Oh ja, en we hebben ook de Flaming Hot Cheddar Popcorn. Ja. Kijk mensen. Dat gaan we ook testen. You know the vibes. Voor nu ga ik mijn vlog afsluiten. Leuk dat jullie er hebben gekeken naar mijn video. En ik zie jullie weer in mijn andere video, mensen. You know the vibes. Bye!